At the car wash, yeah. We kregen opeens een melding op het dashboard. Noodzakelijk. Dat is toch raar eigenlijk? Hier, dit gaat er allemaal niet goed, joh. En ik zal je vertellen waar ik die slang tegenkwam. Dat was hier. Heb je er één? Gast, dit meen je niet. Oh mijn god, hij heeft er... Wow! Hij heeft er één, gek. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ik ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Dames en heren, en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik moet zeggen, ik heb niet heerlijk geslapen. Hier ligt Daniel. Francis, zal ik hem even terugpakken voor je? Maar hij kan daar gewoon tegen. Nou, hij komt zo ook wel. Maar dat was Daniel. Nou, hier hebben we Myron, hier hebben we Francis. Oh. Ja, niet normaal hoor. Dan gaan we nu al lopen janken, kinderen. Dat doen wij toch ook met z'n allen? En dan? Dat is zo vroeg, hè? Ja, dat is waar. Kijk, cappuccinootje voor jou. Zo, nou, niet normaal. Het liefst zou ik nu gewoon naar buiten lopen en gaan schreeuwen. It's a beautiful day. The sun is shining. Die mensen vannacht al wakker gemaakt met de groepen. Ja, maar ten eerste, het is helemaal geen beautiful day. En de sun is helemaal niet shining. Kijk eens even buiten. Oeh, het is wel een beautiful day, maar de sun is niet shining, kijk. Maar het camperleven blijft iets prachtigs hebben. En precies wat Myron heeft gezegd net. Gisteravond om 2 uur 's nachts of zo, was ik de stoel naar voren aan het klappen. De stoel van de bestuurder. En toen klapte ik per ongeluk met de bovenkant van de stuur, klapte ik vol op de toeter. Nou, dat was om 2 uur 's nachts. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik heb heel weinig geslapen. Ik ben helemaal kapot, maar het wordt wel een leuke dag hoor. We gaan straks lekker. Rijden met het ding. Haatste plaats. We kunnen gewoon de camper daar neerzetten en dan halen we wel de schoenen even. Nee. Even een haspeltje opdraaien. Heet haspel hoor. Internet? Of. Ik heb internetcamera. Trek jij die internet even eruit, joh. Volgens mij schreef ze een internetcamera aan, joh. Echt, hè? Ik zal hem er even uit. Oh, het is zo vochtig dat die hele ramen aan de voorkant gewoon beslagen zijn. Ja, niet normaal joh. Kijk, ik zal de studio even laten zien hier voorin. Oh, niet normaal. Ik heb pijn in de knar. Echt? Ik heb niet genoeg gedronken gisteren hoor. Pijn in je knar? Ja, ik heb wel een beetje hoofdpijn. Maar dat is niet fijn. Nee, maar ik ga het zo over. Daarom heet ook hoofdpijn en geen hoofdfijn. Precies. Ja, dat, op dat soort dingen kom je als je 4 uur hebt geslapen. Ja, mooie pantoffeltjes. Hoppakee. Deze dicht zo. Zin om Pokémon kaart open te maken. Open. Want als je dan kan je er niet doorheen vallen. Juist. Hele goede tip. Hele goede tip. Zo. Nou, dan kunnen we gaan, denk ik. Marvin? Op een hele mooie dag. Wow. Oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Ik moet even de internetkabel eruit halen. Er komt uiteindelijk een eind van de vakantie. Een paar van die mooie zinnetjes. Ja, deze hoort erbij. Ik ga even de internetkabel eruit halen. Staat er wat tussen de bergen al op een camperplaats. Oh, wat prachtig. Dit. Meteen in wachtkoelen. Zo, wat verkeer. Hoppa. Nou, hier ligt de bende van... Oh, ik ga straks op de toeter drukken als ze langsloopt. Kijk, hier staat Francis. Als ze hier zo langsloopt, ga ik op die toeter drukken. Nee, tuurlijk niet. Dat moet ik helemaal niet doen. Dat is helemaal niet netjes. Iedereen wordt wakker. Iedereen wordt wakker. Ik bedenk nu pas wel weer hoe laat het is. Oh mijn god. Oh god. Wacht. Francis. Ja? Laat zien die draden. Hier is ons internet, jongens. Ga je dat zo in de camper leggen? Ja, daar, dat lukt. Is niet goed. Ken je die techniek?
Nee? Joh, ik zal je laten zien. Ja. Vouwen. Lekker in je onderbroek zochtens om 6 uur. Wel mooi uitzicht. Ja. Maar die ken je dus, hè? Mm-hmm. Dat dacht ik altijd. Die heeft vast Daniel jou een keer uitgelegd. Niet eens, volgens mij. Ik ken het wel. YouTube tutorial. Hoe bouw je een internetkamer om? Kijk, ook al heb ik wel een topreactie gelezen. Die had volgens mij 700 likes. Nee, dit is altijd naar trouwens, hè? Oh, ja. Ik had een topreactie, 700 likes geloof ik. En dat was dat we deze kabel niet mochten laten liggen. Als we hem in de stroom hadden en in de camper, dan moet je hem helemaal lang uit laten lopen. Want als je hem op gaat stapelen, zet het licht allemaal op elkaar, dan heb je allemaal stroom dicht bij elkaar. En dan staat heel heen, een kat. Oh, dit is de grootste skip ooit. Je denkt dat die komt. Echt, hè? Ik ben klaar mee. Mijn poten. Ga jij gezellig achter ons zitten? De nieuwe tattoos om de voet. Oh, de kiezelstenen zijn geen pretje. Weet je wat ook nog een reactie was gisteren onder de vlog? Nou. Als Enzo een nieuwe auto rijdt omdat hij zijn autorijbewijs kwijt is, waarom mag hij dan wel scooter rijden in Duitsland? Kut, sorry. Oh, dat mag ook helemaal. Ik had daar niet over nagedacht. Is dat iets apart? Volgens mij is dat gewoon... Nou, ja, ik denk... Scooterrijbewijs apart gehad. Ja, ik denk dat het ook wel iets anders is. Maar weet je jongens, hij is niet zijn rijbewijs kwijt. Hij heeft zijn rijbewijs in moeten leveren ter controle. Dus dat is wel iets anders. Het is niet zo dat hij niet mag autorijden. Wow. Klopt. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Dus je mag wel gewoon scooter rijden. Eigenlijk, officieel, hadden we een papiertje moeten uitprinten van het RDW. Daar gaan we vandaag even naar zoeken. Dat je kunt aantonen dat je een rijbewijs hebt. Maar dat hij nu bij de Duitse... Ja, grenscontrole ja, ligt. Precies. Dat is ik het enige. Gewoon heb. Ja. Als je dan controle krijgt, dan is er niks aan de hand. Goed. Deze kleine muggenbulten. Een grote jeuk veroorzaken. Ja, vervelend, hè? Kijk, zal ik even het raam schoonmaken? Nee, dat is de binnenkant. Dat zei ik toch. Het is zo vochtig. Dat zei ik toch. Het is aan de binnenkant. Raam schoon. Hoppa. Nee, ik moet het even met een handdoekje doen. Doe maar uit. Even, wil jij dat doen, even schoonmaken? Dan, Ja, man. Ik zal er lekker voor in zitten. Pak jij eerst even die handdoek, dan is er nog ruimte. Ja. Car wash, yeah, yeah. At the car wash, yeah. Nee, dit is top. Betere ruitwissers kan je niet wensen. Hoppatee. Oh, superman. Nou, dit soort dingen ga je dus doen als je in slaap hebt gehad. Ja, nou, doe even een beetje goed. Goed? Gewoon niet dat die streep er allemaal zo zit. Anders dan word je echt lijp tijdens het rijden. Juist, even zo, even alles zo. Hoppa. Nou, wat mij betreft kunnen we gaan. Wat mij betreft ook. Oh, verdomme. Ja, moet je geen scheetjes laten. Zo, ai, ai, ai. Nou, ik moet zeggen, ik kan bijna zingen It's a Beautiful Day. The sun is shining, want ik zie daar toch een zonnetje een beetje doorkomen. Oh, wat heerlijk dit zeg. Hoe bizar is dat, hè? Soms, dan kan je... Nou, als ik realistisch ben, heb ik 3,5 uur geslapen. Als ik het echt precies ga uitrekenen. Want ik sliep om 2:30 en om 6:10 ging de wekker van Maiben. Maar hoe bizar is het dat je soms zo ongelooflijk lekker kan wakker worden, ook al heb je maar 3,5 uur geslapen. Want ik ben best fit. Oh, hier is de container trouwens. Marion die vroeg of ik even een vuilniszakje weg wilde gooien. Dus ik heb even een lange broek aangedaan. Natuurlijk mijn Positive Vibes knolpower. Kijk hoe vet die nog is. Met lange mouw. Hier ook helemaal knolpower. Ik ben echt gek op deze nieuwe longsleeves. Deze nieuwe longsleeves van knolpower zijn zo ongelooflijk chill. En er komen nog veel meer uit. Dus echt super nice. Er staan er ook nog een paar op knolpower.nl. Dus check het even. Stinkt behoorlijk. Nou, kijk, dat we dit nog even konden meemaken zo op de vroege ochtend. Een dikke John Deere gek. Geniaal, dat soort speelgoed voor de kids. Nou, ik ben blij dat we deze camping kunnen verlaten. We kunnen zeggen dat Daniel niet is gebeten door een hond. Terwijl hij het vuilnis weg ging brengen. En ik ook niet, ook wel fijn. Maar dit is toch heerlijk wakker worden zo. Kijk dan al een plaatje, hè. Als je om je heen kijkt, gewoon overal mooi. Zo vet. Hé, hey, heb die kat weer die mij skipte. Ja, wat is er gek? Je skipt mij.
Je skipt me weer. Hij is gewoon een beetje aanvallerig. Nou goed, doei Garfield. We hebben de Vespa weer achterop. Hatsflats. Zo, gaan we hè? Toppie, fuck, zo weggegooid. Hoppa. Dames, we gaan even naar binnen bij het tankstation. En wat ga ik doen? Ik ga even tanken. Yes! Bakbeest. Oh, niet normaal. Kijk, dan hebben we hier een mooi kleppie. En ik moet zeggen, Marvin had niet beter kunnen parkeren. Want kijk dan. Dit is gewoon perfect. Ik heb wel de sleutel nodig om deze open te maken. En dat is maar goed ook. Want je wil natuurlijk niet, want op het begin dacht ik van hey, waarom zit overal een slot op? Behalve op dit deurtje, want deze kan je gewoon altijd open doen. Want ik dacht van oh nee, als hier geen slot op zit, dan kan iedereen zomaar deze doppen openmaken en gewoon shit erin gooien of zo. Ja, weet ik veel. Want hier zit overal, zoals je ziet, een slot. En hier een slot en daarachter een slot. Maar er zit dus gewoon een slot hier zo op. Dus je kan hem sowieso niet zomaar openmaken. Maar goed, we gaan eens eventjes dieseltje tanken. You got to know, pump it up. I got to pump it up. You got to know, pump it up. I got to pump it up. Don't you know, pump it up. Zo, oh, is ook weer gefixt. Hey. Jeetje, wat een liefde, hé. Oh, heerlijk. Ik wist niet zeker of je wou, maar ik dacht... Cappuccino, ja. Kijk eens. Cappuccino. Zo, je wordt even geskipt daar. Ja, een beetje, jongen. Je bent net zo hard geskipt als ik door die kat vanochtend. Ja, sorry. Zo. Maakt niet uit. Nou, proberen we het opnieuw. Dankjewel. Oh, ik ga nog steeds stuk om die internetkabel, weet je dat? Ja? Ja, het was wel... Oké, vignetje plakken. Ja, vignetje plakken. Want we zijn bijna in Oostenrijk. We hebben ook al meteen eentje voor als we terugrijden. Oeh, dat is slim. Is het niet zo dat het aan één kant mag alleen? Het moet dus onder de spiegel. Maar volgens mij is het altijd aan die kant. Ja, volgens mij heeft Frans wel een punt, ja. Ja, maar hier staat waar die moet. En waar staat, ja, wat staat daar? Onder de spiegel. Altijd aan de bestuurder. Ja, of onder de spiegel of daar. Ja, ik ga nu googlen. Linksbovenin. Ik weet precies wat Frans bedoelt. Volgens mij is het linksboven. Waar plak je een vignet? Serieus, als je iets niet weet, mensen gewoon lekker googlen. Linksbovenin. Ja, waar moet je het vignet voor Oostenrijk, ja, plakken? Ja, Oostenrijk is weer anders dan Zwitserland, hè? Zwitserland hadden wij laatst gekocht, maar dit is een andere. Deze is maar een paar dagen geldig. Deze is 10 dagen geldig. Is vervelend, er geen plaatje bij zitten. Ja. Je hebt geen zin om te lezen. Even een tutorial kijken. Ik ga je laten zien waar je precies moet opplakken. Top. Ik heb een vignet voor 10 dagen gekocht. Heel. Is dat nou te kort? Je kan er ook eentje voor 2 maanden kopen of meteen voor een heel jaar. Op de achterkant staat waar je hem moet plakken, want er zijn ook maar 2 plekken waar die mag. Dat is of hieronder of linksboven. Ja, top. Kijk, dus of precies in het midden onder de spiegel, maar wij hebben niet zo'n spiegel. Dus of... Linksbovenin. Ja, als je die stickers niet fijn vindt op je raam, kan je ook een digitaal vignet kopen. Maar dat moet ruim van tevoren. Nou, dankjewel. Van het YouTube-kanaal In de Bergen. Dankjewel voor de tip. Shout-out naar jullie. Ik vind het helemaal mooi hier. Jij? Ik ben het helemaal met je eens. Perfect. Ja, toch? Als we zouden willen, dan zouden we met dit raam wel 400 vignets kunnen plakken. En dan kunnen we ook nog 100 links en 100 rechts. We hebben echt zo'n groot raam. Dat is niet normaal. Ja. Maar goed, ik ben helemaal tevreden. Zo. Dat achter die schermen, die berg is Oostenrijk. Ja. Sick. Is there ever a way to be free? Can we turn back time so long, my dear? How are we supposed to save the situation? Zo, even lekker bammetje smeren. Even een lekker bammetje met een hagelslag.
Ja, je noemt dat altijd bammetjes, hè? Ja, lekker bammetje. En dan hopen dat ik nog een parfumies heb. Met Daniel drama. Ja, dat denk ik ook. Nou, we zijn zo terug. Ja. Bewaak de camper met je leven. Goed, ik heb geen idee waar we zijn. Precies. Maar we zijn in Italië. Dat wel. En dat is wel hartstikke leuk. Door Oostenrijk was echt maar een klein stukje. Dat ging echt heel erg snel. Dus ja, in Italië. Poepidi piepidi papidi. Let's go. Heerlijk zeg. Mooi weertje ook. Helemaal prima. Niet te warm, maar wel gewoon lekker. We gaan eventjes hier bij het tankstation wat drinken halen. En ik ga straks even mijn tanden poetsen. Dat heb ik nog niet gedaan en dat is vies. Bah. Je moet gewoon je tanden poetsen in de ochtend en de avond. Bleh. Nou, daar gaan we. Kontkapje op. Hoppakee. Zo, het is gezellig hier. Kijk eens, even koffie leuten. Dit is echt geniaal. Dit doen ze super slim. Als je naar het toilet wil, dan kom je dus vanaf de hoofdingang, kom je hier langs. En dan moet je dus verplicht dit allemaal bekijken. En hier moet je dus langs lopen. En dan uiteindelijk, als je dit allemaal hebt bekeken en natuurlijk tot de verleiding bent gekomen om dit eventueel mee te nemen, kom je dus hier bij de toiletten. Nou, ik hoef zelf niet naar het toilet. Dus ik ga eventjes kijken of er wat leuks tussen ligt. Hey, wat is dit nou? Ja, ik moet ook even naar de... Je zou toch de camper bewaken? Ja, Daniel is wakker hoor. Oh, dat is fijn, dat is fijn, oké. Okay. We hebben hier een paar puzzelboekjes en ik heb al gezocht of er wat Nederlandse tussen zaten, maar helaas alleen maar Italiaanse. En ik ben de laatste tijd heel veel Sudoku aan het doen. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden of dat jullie dat kennen. Woordzoekers zijn sowieso altijd superleuk. Maar ik ben de laatste tijd veel bezig met Sudoku op de telefoon. Dus echt superleuk. Kijk hoe geniaal dit is. Er zit gewoon een pen bij. Ik heb dit nog nooit gezien. Dat je van die boekjes hebt waar een pen bij zit. Dat moeten ze vaker doen. Dat is super slim. Hier, kijk wat je hier ook hebt. Die Italiaanse K5. Hallo dames. Ik had gehoopt dat je hier ook Pokémon kaart zou hebben, maar helaas. Je hebt ook de Italiaanse Bob de Bouwer. Io sono costruttore. Dit is Myron. Hey, dat betekent ik ga bouwen en heb er zin in. Io sono is ik ben. Oh, ik ben Bob de Bouwer dan. Ja. Ik ben een bouwvakker, denk ik. Dat zou best kunnen, ja. Oh, deze schopjes zijn geniaal. Ja, die zijn vet, hè? Hey, hey. Ja, een beetje moe. Oh, kijk dit dan. Zeg iets voor Daniel. Wow, haaien. Een haaienboek. Holy moly, kijk dit dan allemaal. Wow, dat is een kraalduivel, geloof ik. Wat vet. Ja, gruwelijk. Alleen jammer dat het in het Italiaans staat. Hey, dat is ook zo'n geniale vis, zo'n blokvis of zo. Ja. Kijk dit dan. Nee, wat zijn dit allemaal voor... Allemaal voor... gekke vissen. Oh. Ja joh, wat bizar. Superleuk. Daniel kent ze allemaal, denk ik. Ja, 100%. Als je dit laat zien aan Daniel zelf, dit soort gekke vissen. Kijk dan, wat hebben we hier allemaal joh. Dit lijkt wel een dolfijn en een haai in één. En een krokodil. Wat apart. Ja. Kijk dan. Iets van een octopus of inktvis, wat is het? Wij gaan niet meer zwemmen. Zo, als je dit zo ziet. Super bizar toch? Wow, wat is dit ook? Die zuigt je gewoon op joh. Wow, deze lijkt op het MSC-draakje. Heel bizar dit allemaal. Zo, echt hè? Lucky de draak. Ja, lijkt er echt op. Lijkt er heel erg op. En kijk, hier hebben we ook nog een mooi boekje over reptielen. Serpenti. Dat betekent dus reptiel. Ah, gebeten door een slang. Een mamba. Mamba verde. Goed. Serpenti is slang, volgens mij. Hoor. Serpenti is slang? Ja, volgens mij is dat serieus in het Belgisch ook, serpent. Ah, daarom serpent gameplay. Serpent. Ze is slang. Ah, ik snap zou hem. Kunnen, hey, dinosaurus. Ik heb van vroeger van M-Kids. Nee. Je bent een klungel in de jungle als je niets van dieren kent. Je moet goed kijken waar je loopt of je stapt op een serpent. Dat is het. Nee, die ken ik niet. Echt niet? Nee, die ken ik niet. Nee, sorry. We hebben hier een dinosaurusboek. Ja, ik vind dit veel te leuk, mensen. Even checken. Wat hebben we hier voor? Wow, een Postosuchus of zoiets. Wow, deze is vet, hè? Die is echt sick. Hier nog knolbouwlogertje. Heel vet. Wow, deze is ook ziek, hè? Wat er vroeger allemaal wel niet bestond. Ik weet niet of dit echt is trouwens, maar er zijn wel bijzondere dinosaurussen geweest. En ze ontdekken nog steeds meer dinosaurussen, hè? Die er zijn geweest vroeger. Dat vind ik het zieke. Gewoon, je kan je niet voorstellen dat dat gewoon vroeger rondliep buiten. Holy moly. Zo ontzettend blij. Dit is wel op een hele eerlijke manier chips verkopen. Want hier laten ze gewoon zien dat gewoon een kwart van de zak gewoon lucht is. Geniaal. Zo, zijn we nu weer klaar voor? Oh, kijk, de camper is even staan daar. Wat een plaatje. Hij is echt groot, hè, die camper. Niet normaal. Ik ga heel even checken of de scooter er nog helemaal goed op staat. Maar die hebben we weer goed vastgemaakt met allemaal banden. Ja, die zijn... Oh my god. Oh my god, de sleutels zitten er nog in. Holy shit, dit meen je niet.
Oh, dit ga ik vertellen. Wow, dikke RS5. Nice car, bro. Hey, dit ga je nooit geloven. Weet je wat er nog in de scooter zat? De sleutel. Nee. Die haal ik er net uit. Dat is toch niet goed? Dat is echt dom van ons. Nou, ik ben blij dat ze er niet uit zijn getrild. Echt, hè? Nou, dan leggen we hier neer. Vaste plekje. Goed, camper gaat dicht. Laatste plaats. Op slot. Hop. Francis gaat het laatste stukje rijden. Ja, ga jij rijden? Eerst nog even lekker bammetje, hè? Eerst even eten. Ja hoor. Lekker hoor. Lekker hoor, Fran. Gaat steeds beter, hè? Ja. Begin het onderhand wel te leren hoor, camper rijden. Dat doet geen pukkel, dat komt niet meer voor, ja, denk ik. Ja, ik denk ook niet. Laatste plaats. Gaan we. Frans heeft problemen, Frans wordt tegengehouden. Nee, helemaal niet. Het gaat hartstikke goed. Tol betalen. Ja, dat ook gebeurt, hè? Oh, ja, okay. Thank you. Voor de stroom straks. Nou, daar gaan we weer. Quickie. Doe het raampje wel helemaal om, hoor. Jongen, dat hij ja. Oh. Niks jondeer, gek. Niet normaal. Ruikt ook naar jondeer. Ruikt ook naar jondeer? Niet normaal. Oh, wat een ding, hè? 63,20. Mooie kerk. Het is een hele mooie kerk. Oké, de camper staat hier geparkeerd eventjes langs de weg. We kregen opeens een melding op het dashboard. En die melding was het volgende. Vul je AdBlue bij, noodzakelijk. Dus we zijn hier bij een klein tankstation en ik hoop eerlijk gezegd dat ze hier AdBlue verkopen. AdBlue is iets wat je moet doen in je tank. Dat is een dopje naast de diesel. Ik weet niet precies wat AdBlue is, maar dat kan ik straks wel even opzoeken. Voor de mensen die het niet weten zoals ik. Het enige wat ik weet is dat je het af en toe moet bijvullen. Hallo. Do you sell AdBlue for the car? Ja. Nice. Dit is het. AdBlue zoals jullie zien. Beste fles. 10 liter. En meteen genoeg denk ik. Nice. How much is this? 80 euro. 80 euro. Yeah. Wow, 80 euro. Ja, is niet anders. 80. 80 euro. Ah, oké, okay, perfect. 18. 18, oké. Okay, ja. Ik dacht wel 80 euro, dat vond ik niet normaal. Ja, dat dacht ik ook. Geloof mij, wij krijgen een cappuccino, jongen. Ja. Daar ga je zo blij van worden. En weet je ook wat het zieke is? Het was maar 1,50 euro per stuk. En ja. Dat voorbij een tankstation en dan ook nog met zo'n niet een apparaat. Apparaat. Ja. Als ik die thuis had, dan was ik de hele dag koffie aan de drinken. Ja, echt ziek. Maar hey, 18 euro. 18 euro voor dit. Ja, wij dachten 80. Ja, wij dachten 80. Ja, weet je wat het is? 80 euro. Het zieke was, ik was nog bereid om het te betalen ook. Omdat ten eerste, ik heb mijn kennis niet van AdBlue. Ik weet niet hoe duur het is. Maar ten tweede, als er op het dashboard staat, noodzakelijk. En Maurice van de verhuur van de campers van Hafkamp, die zei ook, als dat in beeld staat, moet je meteen dat erin gooien. Dus ik had zoiets van, oké, wat gaan we doen? 80 euro betalen en de motor redden? Of, Zullen we eens kijken wat erop staat, wat het is? Ja, is goed. Er zit in ieder geval ook een tuutje bij. Dus hier, take away. Can we take away? Zo'n lieve vrouw dit, ja. Niet normaal. Okay. Ze kan echt goed Engels trouwens ook van Italiaan. Lutizo di Ablu, nemetori di Saladat. Oh, ik dacht ze Italiaans. En
waarom ik zeg dat ze goed Italiaans kan, is omdat de meeste oudere mensen in Italië... Oh ja, Engels. Ja, Italiaans kan ze zeker. Ja, dus ik ben nog niet helemaal wakker. Ik deed net heel even een dutje. Maar de reden waarom ik zeg dat ze goed Engels kan, is omdat de meeste oudere mensen in Italië kunnen niet zo goed Engels. Maar deze echt super goed. Hey, Google het straks wel, joh. Haal jij de cappuccino, dan doe ik dit alvast in de tank, oké? Okay? Dat moet niet in de tank. Nee, dat weet ik, lieve schat. Dat weet ik. Staat erop. Ja, komt goed. Ik weet het. Dat wist ik dan wel. Ik wist waar het in moest. We hebben hier namelijk, kijk, misschien hebben jullie dit al gezien vanochtend bij tanken, maar hier staat ook diesel en dan AdBlue. Kijk. Tada, AdBlue. Nou, dat kan niet missen, toch? Nou, ik heb de tuut erop zetten. Tuut. Oké, moeten we even voorzichtig zijn, want het is echt fucking chemisch. Oh, dat past ook precies, hè? Ja, echt precies. Wat ziek is, ik weet niet wanneer die vol zit. Dat is toch raar, hè? Hier, dit gaat er allemaal niet goed, joh. Aan mijn hoofd tillen, ja. Ja, zo gaat het goed. Ik heb voor je witte broek. Misschien een blauwe broek. Ja, maar je weet toch niet wanneer dit vol zit? Nee. Dat is helemaal kut, dit eigenlijk. Nee, ik weet... Zwaar, 10 liter. Ja, ik heb ook geen idee hoeveel er ongeveer in gaat. Of dat een liter is, of 5, of... Ik weet ook niet. Nee, ik moet zeggen, er gaat wel aardig wat in, volgens mij. Ja, en het gutst, dus dat is niet echt lekker. Kijk maar uit, hoor. Voor je broek en zo. Misschien hadden Maurice even moeten vragen hoeveel er ongeveer in moet. Nou, ik kan je vertellen, van de 10 liter... Zit er al 2 liter in. Ja, ik ga voor de zekerheid even Maurice bellen voor hoeveel er ongeveer in gaat. Dan kunnen we het een beetje inschatten. Voordat we in één keer zo'n dikke klots krijgen. Ja. En dan krijgt hij je gezicht of zo. Over je tenen. Er staat inderdaad niet iets. Nee, meestal staat het er wel op. Hey Maurice, met Enzo. Vraagje. We kregen een melding op het dashboard voor de AdBlue. Dus wij zijn dat even aan het bijvullen. Maar hoeveel liter gaat er in deze camper? Oké, dus als hij die melding aangeeft, dan is hij wel echt bijna leeg. Nee, als hij die melding aangeeft, dan geeft hij dat niet aan, want dat je nog 1000 kilometer kunt rijden of zo. Nee, hij gaf AdBlue bijvullen noodzakelijk. We hebben zo'n 10 liter jerrycan gekocht, maar dan weten we ongeveer hoeveel liter we erin moeten doen. Oké, is goed, dankjewel. Nou, ik zou zeggen de 11 erin doen of zo. Ja. Holy shit, ja, dan doen we gewoon nog wat meer even erbij. Ja, doe maar gewoon de 11 en dan bewaren we de andere 11 van de fles. Als we dan weer een keer melding krijgen, doen we weer de 11 erbij. Holy shit, wat ziek, jongen. Ik ga straks echt even opzoeken wat het precies is. Ja, hierop staat dat het iets met uitlaatgas te maken heeft. Ben ook wel benieuwd wat het dan precies doet. Ja, extra pk's. Precies. Ja, wat lijp, hé. Is je vol? Nee. Wat is dat? AdBlue. Weet je ook niet wat dat is? Mengolie. Is dat mengolie voor diesel? Maar doe jij dat wel eens in je auto? Nee, het is alleen voor grote diesels volgens mij, voor vrachtwagens en dat soort dingen. Ik denk dat je op de helft zit, als ik het zo zie. Nou, dat is wel meer ruim. Zit erin. Ja, dat is wel goed denk ik, of niet? Dan hebben we nog een klein beetje over voor als we nog een keer melding krijgen. Oh, kut. Ja, ik denk dat het precies genoeg was. Zo. Nou, even je handen wassen zo hoor. Ja, zeker. Niet alles ging erin, maar hij is wel goed gevuld. Ja. Dit bedoelde ik met die kerk, mensen. Kijk hoe super mooi. Oeh. Echt heel erg mooi. Oké, ik ga nu even kijken op internet wat precies AdBlue is. Oké, ik ga het gewoon precies voorlezen zoals op Google staat. Er staat hier: AdBlue is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS 32. Een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water die gebruikt wordt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken om ze schoner te laten rijden en aan de emissienormen zoals die vastgelegd zijn in de Europese emissiestandaard te voldoen. Dus het is eigenlijk gewoon een smering om ervoor te zorgen dat de diesel wat schoner rijdt en dat moet blijkbaar volgens de normen die de Europese Unie heeft vanwege de uitstoot. Daar komt het gewoon op neer. Dus helemaal duidelijk. Weten we dat ook weer. Dames en heren, nog 4 minuutjes en dan zijn we er. Ongelooflijk, hier achter zit het Idromeer. Wat wil je nog meer? Het is lekker weer. Doet keer op keer. Dus wel een peer. Lekker Fren. Fren heeft zin in een peer. Koffie dik als teer. Is dit jasje van leer? Nee, dit jasje is niet van leer. Maar kijk eens naar mijn haar, dat is een beetje opskeer. Ja, oké. God me stone cold.
geleden waren hier ook, hier links, sorry. En daar zien we, even kijken, Glamping Boutique staan, Lago Hydro. Nice. We zijn er. Dit is de glamping van Loek en Kika, waar we 2 weken geleden ook waren. Hierboven stonden die jongens met die voetballen toen. Geniaal. Hoppakee, daar zijn we dan. Hé, hey, daar is de drone. Hoppa. Hé. Hey. Yay! Holy shit, het is zo raar om hier in één keer weer te zijn. Gek hè, dat we hier gewoon nog geen 2 weken geleden ook waren. Ja, echt super bizar. Ja, echt leuk. Echt heel erg apart, maar wel heel erg fijn dat we hier weer zijn. Want zeker. Het is echt een prachtige plek hier zo. Hydromeer is sowieso fantastisch. En leuk dat we nu een Frans en Daniel kunnen laten zien. Ja, lekker windje staat er ook, niet te warm. En hier blijven we sowieso 2 nachtjes, misschien zelfs 3. Ik denk 3. Heerlijk. Oh, Daniel denkt 5. Ja, we hebben ondertussen heel veel beekjes gezien onderweg. Dus Daniel die denkt lekker vissen hier. Ja, prachtig. Zo mooi dit. Niet normaal. Alles hier eventjes neergezet. En ook vooral eventjes om te drogen. Omdat het gisteren in Duitsland zo enorm hard aan het regenen was. Hier hebben we tafeltjes staan. Hier hebben we de stoeltjes even in de zon gezet. Zodat ze even lekker kunnen opdrogen. We hebben echt serieus een prachtige plek hier zo. Echt serieus prachtig. Hier aan het Hydromeer. Hoe super nice is dit. Elektrische fietsen staan erbij. De Vespa die staat nog wel achterop. Die gaan we later nog eventjes eraf halen. Maar wat ook belangrijk is, is eten. En dat is wat we nu gaan doen. Zeker. Dus de dames die zijn al bij het restaurant. Die hadden onderweg naar het restaurant hadden ze eventjes, laten we hier gaan, hadden ze eventjes het plekje gepakt waar je de wassen erin kan doen. Dus die draaien even een wasje, maar die zitten denk ik nu waarschijnlijk al daar lekker op het terrasje. Dus daar gaan wij ook eventjes heen. Ik heb trouwens echt geen flauw benul van tijd. Ik denk 1 uur of 2 al. Ja, zoiets. We gingen vanochtend gewoon om 6 uur rijden, hè? 10 voor 2. 10 voor 2, oh, ja, goede schatting. Van welke scoutingclub zijn we? Waregem. Scouting van Waregem. Top, shout-out naar de Belgen! Yeah. Hey, veel plezier, hè? Ciao, ciao! Ja, dat is lachen. Hele groep Belgen van scouting. Superleuk. Nou, daar zitten ze hoor, de dames. Hey. Hallo, hallo! Zo, lekker in het zonnetje. Ja, een klein beetje. Dan gaan we weer bruin worden, denk ik, de aankomende weken. Ja, dit is echt lekker weer. Een beetje windje. Heerlijk. Heerlijk. Lekker zo'n bladblazen op de camping. Ja. Wij hebben altijd met VisTV zo'n pech, jongen. Dan ben je aan het filmen en dan sta je met zo'n hele crew. Altijd bladblazer of even zo'n trekker die langs. Ja, dat is shot naar. Opnieuw opnemen. Ja, dat is echt vervelend soms. Daniel is hier een tekening aan het maken. En je gaat hem straks geven aan die meid, toch? Die ons hielp. Ja, zeker. Ik ben erg benieuwd wat ze ervan vindt. Ik denk dat ze helemaal stuk gaat. Ik weet niet of jullie ooit eerder tekeningen van Daniel hebben gezien. Maar Daniel heeft echt serieus een 10 plus voor tekenen gekregen vroeger. Dat kan niet anders. Hij tekent echt serieus de lijfste dingen. Fantasie is wel echt gewoon het dak uit. Maar dat is alleen maar mooi. Ja. Kika! Ciao! Hoi Frankie! Alles goed! Alles goed, Kika? Alles goed! Met jou ook? Ja! Oh, mooi! Mooi, goed je weer te zien! Ja! Heb jullie een goede week? Heerlijk! Zeker! Wat vind je van de tekening van Daniel? Oh, Daniel! Wauw! Oh, die is wel een beetje lelijk! Hele ik ga weg goed tegen, Daniel. Ja, dankjewel. Kijk wat Daniel heeft gemaakt, mensen. Oh mijn god. Ja, jeetje, Mina. De hele enge slak. Ja. Anouk, ja? We hebben je nog heel even nodig. Ja, ik heb een tekening voor je gemaakt. Oh, wacht. Nog niet kijken hoor, maar hij heeft wel een tekening voor je gemaakt. We zijn heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Speciaal voor jou. Speciaal voor mij? Ja, want jouw naam wordt er nu volgens mij bijgezet. Het is geen zelfportret. Nee, dat niet. Oh, dat zou echt lullig zijn. Ja. Nee, het is geen zelfportret. Nee. Maar misschien wel een toekomstig vriendje. Hoe je niet uitgesproken. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Oh mijn god. Nou, wat lief. Wel artistiek, hè? Ja, heel artistiek. Maar wat is dit ook? Dat is een slak. Een slak? Ja, wij waren net bij de... Al die camper net neergezet. Ja. En er kroop zo'n slak door de bosjes. Met een sixpack.
En die leek hierop. Ja, een beetje wel, ja. Had ik zo'n pijloog. Vet nice. Ja. Nou, hartstikke leuk. Denk je dat die gevaarlijk is? Altijd. Nee? Oké, nee, dan is het goed. Geniaal, gast. Die is echt mooi. Stik er ook mee. Ja, zo mooi. Stik nog in mij. Het is tijd om nu na de maaltijd even een lekkere duik te nemen. Het is ongelooflijk warm. Ook al staan we hier wel lekker in de schaduw onder dit doekje hier bij de camper. Blijf me verbazen wat voor prachtige plek we hier hebben. Niet te geloven. Myron die heeft een gloednieuwe Knolpower bikini aan. Wat pak. Oh ja. Ik ben zo gewend van die bikinis. Maar dit is het gloednieuwe badpak, dames en heren. Super nice. Ongelooflijk nice. Hij is echt mooi, hè? Met het riempje zo. Ja, hij is echt heel erg nice. Ook daar het logo op. Ja, hier zelfs logo op, inderdaad. Super nice. Wij gaan even een duik nemen. Wat een plek ook, hè? Echt, hè? Niet normaal. Zo, deze hier zo. We lopen hierheen, doen mijn slippers uit. Daar staan we gewoon met de camper. Ik ga denk ik morgen vroeg een ochtendduikje doen. Doe je mee? Oeh, dat kan wel leuk zijn. Heel makkelijk zo hier. Ja, dat kan wel leuk zijn, ja. Het is altijd zo vervelend als het waait. Ja, ik heb hem. Hoppakee. Zo, dat ligt er weer. Hé, die ligt op de kop. Express, zodat je van die kant en van die kant kan doen. Nee, was per ongeluk. Weet je de mooi te vertellen? Zal ik je vertellen dat ik misschien vroeger een keer in een badpak gezwommen heb, maar dat dit echt de eerste keer sinds 10 jaar is of zo dat ik in een badpak ga zwemmen. Ja? Ik heb nooit een badpak. Dus misschien is het even wennen hier zo, omdat ja, je dit nu hier... Ja, alles is dan zo plakkerig, denk ik, maar hij is wel mooi. Ben benieuwd? Nou, ga jij maar als eerst. Nee, au. Je kan niet echt rennen erin, hè? Nee, omdat je al die stenen hebt. Doen we in één keer? Nou, ga jij maar eerst. Oh, het is te warm. Ja? Ja, het is warm. Dat gaat helemaal niet. Ja, het is echt warm. Zo, is koud, hé. Niet normaal. Bijna net zo koud als de waterval. Zo, is echt niet normaal. Eén keer twee stappen en dan een duimpje, hè? Ja, doe maar. Lekker? Ja. Ben je meteen wakker, of niet? Ja, nou, daar gaan we. Oh, het is echt koud, hè? Ja, Marion heeft het knijters koud. Niet normaal. Oh. 1, 2. Nu is het wel lekker, hè? Oh, wat zit er bij mijn voet? Oh, lekker hoor. Lekker koud. Domme nogmaals. Dat is koud. Dat is koud. Dat is water is koud. Oh, nou is lekker. Is lekker. Oh, meteen even lekker plassen. Ja, dat is koken. Heel warm. Ja? Ja, het is lekker, gast. Gewoon heet, bijna. Ja, het is heet. Ja, het water is gewoon verwarmd. Ja? Alsof er een verwarming in loopt. Zo lekker. Oh ja, ik voel het je echt heel warm, hè? Maar je moet ook gewoon snel inspringen, want anders dan verbrand je je nog. Oh, wat heet. Ja. Oh. Niet normaal, hè? Ja. Oh, wat heet. Ah, heerlijk heet. Het is echt zo heet. Heet hè, Fren? Ja, het is niks bij een dompelbandje hoor. Bij de... Nee, je zei ook al, de watervallen zijn hetzelfde. Ja. Yep. Oh, die stenen. Nou, goed. Goed, wij zijn er al in geweest. Ja, wij zijn er al in geweest. Nu jullie nog duiken. Ja, oké. Okay. Bij de slang gaan we straks heen, dat is helemaal daarachter. I want the slang, I want to catch it. Duiken! Ekkens! Ik wil het uitstellen. Dat deed ik net ook. Kan jij ook? Kun je achter je rug klappen? Kom op, maat. Ja, dat kan ik. 3, 2, 1. Oh, jij wou nat, man nat maken? Ja. Nee, dat doen we niet. 3, nee, 2, ik doe gewoon... duiken. Nee, doe niet. Nee, doe ik. Kom op, duiken. Ja, oké. Okay. Nee, wacht, ik wil wel afzetten op een... Het is echt koud. Gast. 3, 2, 1. Duiken. Drie, twee, één. Dat gaan mensen wel. Ja! Dat was niet voor duik! Hoe duik jij? Je sprong gewoon op het water. Nou, ik ben toch nat? Daar gaat het om. Het is echt heel koud. Ja. Niet normaal. Kom bij me zitten. Ja,
het is wel een lekker afkoelen. Je wordt er meteen wel wakker van. Even de oksels was. Ja, oh mijn god. Gelijk een zoutwaterbad hier zo. Wat vinden jullie van de knolpoogbad? Super nice. Ja? Mooi. Ja, ik vind hem ook echt super mooi. Ik vind het bandje leuk. Dat rode bandje. Ja. Ja, dat maakt hem af. Ja, anders is het maar gewoon een badpak. Ja, en nu is het gewoon toch even wat anders. Komt u weer. Ik ga duiken zoals Frans. Wow. Ja? Probeer het. Kijk, doe de Francis duik. De Francis duik. De handen zo, hè? Zo, ja. Zo. De Francis duik. Nu jij. Nog erger. Zo zag dat eruit. Dat was zo. Ja, zo ja. Goed zeker. Ik vond het leuk om te doen vroeger. Ja, ja, ik ook. Nu nog steeds. Ja. Ik altijd zo zand van de bodem scheppen en dan zo gooien op mensen. Op mensen die je niet kent? Nee, op mijn broer of zo. Eigenlijk begon hij altijd. Dat is zo allemaal zand en dan denk ik zo op mijn hoofd. Lekker. Zand. Prinsesduik. Prinsesduik. Ah, ik vind het gewoon klets mooi. Was het voor slow-mo of zo? Zo mooi. Gaat u weer hoor, met de speciale zwemtechniek. Ja. Komt je? Die ken je niet, hè? Ja, ik ken die al. Daniel, ja? Ken jij deze zwemtechniek? Ja, dat is de Special 360 Borst Crawl. Kan jij die ook? Tuurlijk. Ja, laat zien. Zullen we samen doen? Ja, doe jij maar eerst. Om te beginnen met deze techniek moet je eerst de Francis duik doen. Hij kan er wel. Wat doe ik wel? Nu weet ik hoe het eruit ziet. Ik ben er zo droog. Ja, dat is heel mooi. Je hebt wel warm van. Ja, zeker. Zullen we hem samen doen? Nee. Ja. Zo, dus zwaar? Ja, naar de overkant. Als je met die techniek naar de overkant kan, dan ben je onmenselijk. Dan kan je een orkaan aten. Wat noemen we het? De orkaan? De orkaan. Ja. Ja, dat noemen we de orkaan. Wereldkampioenschap orkaanzwemmen. Oh, 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 oh. Goed trappelen. Wat is het dan? Het is meer een beetje een kreet naar hulp. Ik kan gewoon staan. Je weet hem toch? Ja, ja, dat is hem wel. Hij is best moeilijk, hè? Ja. Ik heb een cadeautje. Oh, die is wel lomp, hè? Ja. Nu jij. Die is heel lomp. Ja, hij weegt ook denk ik wel 30 kilo of zo. Dat is ook eentje waar je dan gewoon zo vol over struikelt. Wel voor je. Zo lomp. Nou, daar loop ik dan met de grootste vissenliefhebber, maar ook een slangenliefhebber. Zeker. En ik zal je vertellen waar ik die slang tegenkwam. Dat was hier. Ja, dat was hier. Ik herken het van. Precies hieronder. Hier heb ik jou ook gebeld. Ja, en serieus, hier gaat de hele tijd ook een grote kopvorm voorbij. Ja? Ja, die komt hier de hele tijd, die komt en gaat. Dus daarom hebben we ook even een lekker bolletje mee voor die kopvorm. Ja, alvast een beetje voeren. Ja, alvast een beetje in het water. En dan zo... van de meeuwen. Ja, dan wil je die vissen voeren, een paar van die karpers die zo op de oppervlak happen en dan komen er een paar van die... Precies op het moment dat ik dan die karper kon zo... En dan komt zo die meeuw en die... Maar we gaan, ja, weet je wat we gewoon even moeten doen, denk ik? Nee, ik ga even kijken of die slangen nog liggen. Ja, daarom. We gaan even onderlangs lopen, of niet? Nee, nee, ik kan gewoon hier onderdoor. Ja, daar komt die meerkoet al. Nee, die gaat weer weg. Hieronder. Serieus bij deze steen, hier bij die tak. Ja? Ja, serieus daar. Nee, hij ligt er deze keer niet. Hey, my friend. Are you good? Perfect. Nice. You still have the football? Nice. Dat is zo'n gast van het voetbalveld. Ik kan toch later even een potje met hem spelen? I play football later, oké? Okay? I stay here 3 days. I hope Italy win. Me too. Ja, weet je wat het is? Als je weet dat iemand slecht Engels praat, ga je zelf ook zo broer. Maar je gaat aanpassen. Ja. Je wil dat hij je verstaat. Klopt. Dus then you speak English like this, because then he can understand very well. No? Klopt. Maar hey, kom maar even hier in het water staan. Ah, oké. Okay. Ja, maar ik vind het eng. Daniel. Weet je wat ik serieus denk? Nou?
Wat voor tijdstip was dat je die slang hier vond? Einde middag. Einde middag. Ja, dus dat duurt nog 2 uurtjes. Ja, nou ja, het is vaak zo dat die slangen hier liggen soms nog een beetje op te warmen. Ja, serieus, maar kijk wat een mooi holletje dat is. Daar precies daar lag hij. Kijk, oh, ja. Ik zal met het hier precies daar. Ja, ik kom zo kunnen pakken. Serpente. Het ruikt hier ook naar slang. Ja, die stinken hoor. Ja, ruik maar. Ruik dan. Ik zweer het je. Dat is geen grap ook wat ik zeg. Er ligt ook een slangenpoepje. Ja, kijk, hier ligt ook huid. Ligt er huid? Ja, een stukje vervelling van zijn huid. Hier. Oh ja, inderdaad, ja. Ja. Serpente. Ik zei het toch? Ja, hier ligt niet. Nou, kan hier ook ergens liggen of zo, hieronder. Ah. Ze zitten vast daar allemaal achter. Allemaal te chillen. Of daar in de bosjes, daar. Of hier ergens. Wat is er? Heb je hem? Daniel, heb je hem? Kijk hem. Heb je hem? Een gedeelte van een slang? Ja. Heb je hem beet? Ja. Echt? Oh, what the fuck, gast? Dit is de vel van de slang. Wojo! De vel van de slang die groeit niet mee. Dus je moet die eens in de zoveel tijd moet die vel laten vallen eigenlijk. Dus hij kruipt eigenlijk, hij groeit uit zijn vel. Dit is een vervelling die je dan kan vinden. Eens in de zoveel weken doet hij dat. Vet, hè? Super gaaf, man. En maar eens voelen. Kijk, dit is de buik. Wat? De buikschubben die zijn heel breed. En de rugschubben die zijn wat smaller. Wow, wat ziek, man. Mooi, hè? Ja, dat voelt ook anders allebei. Ja, moet het even meenemen straks voor die meiden. Ik laat hem deze wel heel veel liggen hier. Wow, dat is vet, hè? Ik kan wel meer dan één keer zitten, hoor. Ja. Gasten, denk ik ook wel, man. Ik denk dat er heel veel kunnen zitten. Ja, kijk, dit zijn allemaal mooie holletjes, toch? Ja, alleen nadeel is als je hierin zit en dan is hij gone. Ja, dan krijg je het niet eruit. Uit. Wel super vet, man. Ja, leuk. Echt een mooi plekje dit dus. Maar ik denk dat je sowieso even met je hoofd erin moet. Ja. Zo in één keer zo hop, zo je ogen eruit. Ja, zou zomaar kunnen. Nee, hier zit er niet één. Ja, dit is een perfecte plek, joh. Ja, hè? Alleen ja, nadeel is inderdaad wat ik zei. Ze zijn nu opgewarmd, ze zijn retensnel. Eigenlijk moet je 's ochtends heel vroeg gaan. En als je dan hier 's ochtends loopt, en dan gaan ze ergens in het zonnetje liggen, liggen ze op te warmen. Dan zijn ze nog traag, kan je ze pakken. Dus een beetje denk nu tot 9 uur 's ochtends. En daarna is het gewoon, dan is het zo. Hoor je alleen maar zo. Ja, ook al moet ik zeggen, Daniel weet wat hij doet. Als jullie ooit een slang tegenkomen, dan laat hem met rust. Een hagedis, ja, een hele grote. Ja, ik zie hem nog. Als je langzaam beweegt, dan blijft hij goed zitten. Zien jullie hem daar, mensen? Ja, die zie je wel duidelijk, hoor. Zo, kijk dan. Kijk dan hoe dichtbij ik kan komen. Wow. Hier, daar gaat hij. Dat is ziek. Hij blijft echt goed zitten, hé. Daniel die hoopte echt heel erg graag eentje tegen te komen. Maar goed, ik ben bang dat het niet meer gaat lukken. Tenminste, niet vandaag. Niet nu ze helemaal zo snel en opgewarmd zijn. Heb je er één? Ja. Gast, dit meen je niet. Ja. Serieus? Ja. Oh mijn god, hij heeft er. Hoor je hem ook? Moet je ruiken. Moet je ruiken. Wow. Hij heeft er één, gek. Moet je ruiken. Ik ruik het, die man. Heel vet is. Oh, zullen we naar die meiden toe? Ja, ja. Holy shit. Ja, ik zag hem zitten. Oh mijn god, je zag hem gewoon. Ja, je moet niks zeggen dan bij die meiden, ja. Later. Oh, dan legt die slang bij jou neer. Flikker op, zegt Francis. Nee. Kijk dan. Gaat hij me bijten? Nee, hij bijt niet. Ik kan hem gewoon pakken. Oh, hij gaat wel naar jou toe, hoor, maar joh. Deze is niet echt. Hij gaat heel onder mij liggen. Oh ja? Maar hij is niet zo groot, hè? Nee, hij is een kleintje. Hij is. Huh? Nee hoor. Nee hoor. Als hij snel beweegt, dan vind ik het niet fijn. Kijk hoe hij beweegt, joh. Joh, je moet zien hoe hij zwemt. Dat is echt niet normaal. Hij is helemaal opgewarmd, hè? Ja, hij is wel vrij terug, nu ja. Hij kan echt niet bijten. Hij kan bijten, maar hij doet het niet. Hij heeft geen gif. Wel stinkdier. Ja. Wel stinkdier, ja. Stinkdier heeft hij. Stinkt die? Ja, heel erg. Ja. Mooi, hè? Wow, je hoort hem helemaal. Je hoort hem helemaal sis, hè? Ja, dat dongetje ook helemaal. Kom, we gaan hem terugbrengen. We gaan hem even laten zwemmen ook. Yep. Zo vet. En breng hem terug naar waar we hem hebben gevonden. Ja. Zo ziek, hè? Mooi, hè? Ja, niet normaal, gast. Gewoon een wilde slang, hè? Ja. Ja, echt lijp, hoor. Ik had het vroeger nooit gedurfd. Nou ja, hij doet niks. Hij is ook... Maar deze, ik moet zeggen, deze slang is heel kalm. Ja. Je ziet hem alleen vullen met lucht. Ja. En een beetje blazen. Daarmee probeert hij ons te laten schrikken. En te laten zeggen van, joh, jullie willen mij niet opeten. Maar voor de rest, misschien wil jij hem wel teruglaten. Mooi, hè? Ik vind die buikpatronen zo mooi ook. Man, niet normaal, gast. En je kan hem laten zwemmen. Het is een zwemmende slang. Okay. Ze kunnen super goed zwemmen zelfs. Ja, ik vind het wel stoer dat je hem durft pakken. Ja, ik vind het wel spannend. Ja, maar hij doet echt niks. Deze is wel heel makkelijk. Ik heb wel eens gehad dat er eentje dan even in mijn vinger hangt. Ja, maar, ja, maar ze hebben hele kleine, scherpe tandjes. En ze gaan eigenlijk bijna niet door je vel heen. Nou, leg hem maar zachtjes in het water. Laat hem een stukje zwemmen. Ja hoor, kan makkelijk. Dan vindt hij vanzelf wel een mooi plekje. Komt hij hoor. Ja. Oh, gast.
gast. Wow, die is weg. Wow, yo, gast. Wow, dit was zo ziek. Vet, hè? Nou, we hebben hem weer teruggelaten hier op hetzelfde plekje waar we hem gevonden hadden. Hans stinkt niet. Oh, jawel. Ja, wel een beetje. Ja, stinkt wel een beetje, ja. Ik zal even wat van dit pakken. En dan ruik je hand tenminste een beetje naar meer. Wow, maar dat je nog eentje had gevonden, hé. Wat ziek. Nou, we kunnen kijken of we nog eentje kunnen vinden. Als we een klein stukje daar lopen. Ja, misschien heel een grote. Vet, hè? Hoe groot kunnen deze worden, denk je? 1,20 of zo. 1,20 meter en 1,30 meter. Ja? Dan heb je echt een hele grote. We hadden er een, ik had er een in Nederland gevangen. Die was denk ik een meter. Dat was echt een grote. Bij Amsterdam, zeg maar, ja, bij Amsterdam. In Amsterdam? Ja, heel veel. Echt? Ja, 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 meerdere plekken in Nederland waar er veel zitten. Maar ja. Het is een beetje onbekend volgens mij, slangen in Nederland. Maar ja, dat is super ziek. Hey, die hebben een hengel. Die gaat vissen. Maar weet je wat wel belangrijk is? Kijk, wij vangen nu een slang. En dat is wel echt even belangrijk om te zeggen. Een adder lijkt heel veel op deze slang qua kleur. Heeft een iets plattere kop. En kan ook in deze regio voorkomen. Meestal niet om en nabij het water. Maar tenzij je 100% zeker weet dat het geen gifslang is, pak niks op. Weet je, je kan gebeten worden. En dan heb ik het straks gedaan. Dat wil ik niet om mijn geweten hebben. Maar als je wordt gebeten door een adder, heb je gewoon een probleem. Moet je naar het ziekenhuis. Ja. Dat wil je echt niet. Dus doe echt voorzichtig. Maar ja, het blijft mooi. Zo. Ja, ja, zeker weten, 100%. Echt heel bijzonder. Kom, we gaan kijken of we nog één kunnen vinden. Ja, we lopen nog een stukje verder daar zo. Want die huid die we hadden gevonden, was echt wel van een grotere slang, denk ik. Ja, die was wel groter, ja. Oh mijn god, we zien hier weer één. Deze is wel drie keer zo dik als die andere. Hij beweegt. Ja, ik kan er niet bij. Nee, ik kan er niet filmen. Oeh, gast, wat? Joh, het ruikt hier gewoon naar slang. Ja, daar zat hij. Zo, dit gaat nog ver diep naar onder, hé. Ja, hij kan helemaal door naar links, dus dat heeft geen zin. Zo, dit was een unit, jongen. Ja, dat is niet normaal. Maar ik denk, serieus, dat dit slang was die je vorige keer had gezien. Dat was dezelfde vierkante meter. Ja, die lag precies hier zo. Ja, maar we lopen nog even verder. We weten waar ze liggen. Deze lag andersom. Ja, jij bent wel altijd helemaal van terugleggen weer, hè, van plekken. Ja, dat is wel belangrijk. Het is toch zijn huis. Later. Ja, hij heeft er weer een. Hè? In één keer had je hem. Ja. Oeh, deze is wat drukker. Snake. No, zegt hij. Die man houdt niet van slangen die aan het vissen is. Heel mooi gekleurd. Gast, niet normaal. Alweer één gevonden. Twee. Deze lag in het water te jagen. Wow, deze is mooi, hè? Maar waar jaagt hij dan op? Vis. Echt? Ja. Hij eet gewoon visjes? Ja, vis, hagedissen, kleine reptielen. Dus zo'n hagedis, wurgt hij die dan? Ja, hij pakt hem. Met zijn bek en dan inderdaad wurgt hij hem af. Wow, het ziek, hè? Mooi, hè? Ja, man. Maar ze bijten jou inderdaad niet. Nee. Maar ze weten ook gewoon dat ze niet echt een gevaarlijke beet hebben. Wat ze doen is, ze hebben hier onder de onderkant, zit een klier. Daar komt een heel vies spulletje uit. Het stinkt heel erg. En daarmee hoopt hij me weg te jagen. Maar ik aam gewoon niet door mijn neus. Vet, hè? Ja, heel vet, man. Ik zal hem terugzetten. Hier zo in het water. Wacht, misschien kunnen we nu een goed shot maken. Dat die, want dan lag ook in het water. Ja, anders leg je hem op die steen hier. Oké, klaar voor? Ja. Kijk hem. Wow, die was snel weg, grap. Ja, hij is al helemaal daar. Die was snel weg. Holy shit. Vet, hè? Niet nummer normal. 2. Oké, we gaan voor nummer 3. Die had ik echt niet verwacht. Ik wil eigenlijk even kijken of ze een hele grote kunnen vinden. We hebben een mooie plek gevonden hier. Er zou ook vast wel vis liggen hiervoor. Ja. Hele mooie plek dit. Super mooi, hè? Ben ik hier 10 dagen geleden nog geweest, maar hier heb ik nog niet gelopen. En om dan dit zo te zien vanaf hier met dat water zo, is wel heel vet ook. Daniel is helemaal live, Dani. Zo'n regenboog. Ja, ik ga mee. Er liggen hier vissen, daar zeg je u tegen. Dit is niet normaal. Oké, we gaan de hengel halen. Daniel zegt, oh mijn god, Enzo, dit is niet normaal. Rennen. Kom, rennen. Dit is de grootste regenboogforel die ik ooit heb gezien. Enzo, rennen. Dat zei hij allemaal voordat ik de camera kon aanzetten. Zo'n mooie gast die Daniel. Kijk, hij is helemaal aan het rennen. Ja, ik kom al. Het was helemaal gek als je ziet wat dat was. Ja? Dat was een regenboog voor elk ding, was 80 centimeter of zo. Sommige de 6 of zo, gast. Ja, klopt. Heel veel, ja. What? We pakken de elektrische fiets zo. Daniel is hier bij de camper alles aan het klaarmaken. We hebben 2 prachtige hengels hier. Ik heb de fietsen al klaargezet, daar verderop. En ik heb ook het schepnet daar al liggen. Dus die moet goed komen. Ja, mijn Polaroid pakken, die ligt rechts om de hoek. Ja. In een zwarte hoesje. Polaroid is belangrijk om de vissen te spotten. Ja. Hier in het hoekje. Precies zoals Daniel zegt. Kijk, zo'n mooi Polaroid brilletje. Dan kun je de vissen heel goed zien in het water. Dan heb je die reflectie niet op het water. Zo, kijk eens aan, maatje. Oké, daar gaan we vol gas. Ik ben zo benieuwd of dit gaat lukken. Ik hoop het heel erg voor Daniel, want hij zit helemaal te trillen van de adrenaline. Zo mooi om te zien. Nee. Daniel zegt, nee, zijn mensen aan het zwemmen. Wat ga je doen? Je kan via hier. Kijk hem rennen. Ze zitten er nog.
Ja, daar. Er is wel water staan. Moet ik proberen? Ja, gooi jij maar. Doe jij maar eerst. Heb je hem al gegooid? Ja. Ja, er komen twee aan. Er komen twee aan de zijkant daar. Oh, hij was aan het jagen. Hij was aan het jagen. Hij ging er achteraan, ja. Nou, helaas geen succes, dames en heren. Helaas, helaas, helaas. Maar kijk nou eens even wat Maiwen aan het doen is. Hij staat hier gewoon even lekker, met de beentjes in het water. Echt lekker. Ik zei wel tegen Maiwen, pas op, want als je hier zo naar beneden kukelt... Ja, maar het is niet glad, echt niet. Het is niet glad, maar dat scheelt. Hier ook staan. Nice hoor. Komt helemaal van de achter. Water. Het is echt heel koud. Ja. Het is kouder dan daar. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ziet er wel heel lekker uit zo. Is ook heel lekker. Nou, over de inkukelen gesproken. Daniel die gaat gewoon springen, joh. Daniel die heeft even met een aasje gekeken hoe diep het is. Daarachter ongeveer. Ik wist de brood pakken. Nou, weet je wat het is? Het is met de hengel niet gevangen. Hij is gewoon proberen met de hand te vangen. Het zou ongeveer tussen de 3 en 4 meter diep moeten zijn daarachter. Ga je dan een sprintje zetten en dan springen? Ja, ik spring zo met een beetje een... Dingetje, want weer zo'n precies gewoon. Dan kijk ik even hoe diep het precies is. Lekker! Nu gaat hij kijken hoe diep het is. Heel diep, zegt hij. Heel diep. Nou, dan gaat Daniel weer. Deze keer voor een bommetje. Laten we zien dan. 1, 2. Maar dat is lekker hoor. Hiervan! Bitch, Corvette, hopped in a motherfucking jet. Dit is een Corvette. Heel vet. Kijk eens eventjes wat voor plekje dit is, hé. Ongelooflijk. Mooi, hè? Heel erg mooi. Ook even geen wind op het water. Zo, echt, hè? Dit is echt, ik denk, 300 meter van ons plekje af. En we zien hier wel meerdere vissers. Daar op dat bankje zit een visser. Daar zo zit een visser. Dus je zou zeggen dat hier wel vis zit. Zo, het is dieper dan je denkt hier, hé. Mooie planten. Ja, allemaal planten hier. Het ziet er wel een beetje snoekig uit. Nou, laten we eens een paar aasjes gooien. Ja, hij draait. Laat maar liggen. Ja. Je moet wachten. Nee, hij gaat hem pakken. Dit is de mooiste vis die je ooit hebt gevangen. Holy shit, gast. Ik sta wel op het punt om mijn zonnebaars te vangen. Oh, hij gaat naar achteren. Nee, hij gaat weg. Oké, draai maar binnen. Gooi maar over hem heen. Je moet een stukje draaien. Nee, je moet hem even bovenhands over hem heen gooien, dat je dichter bij hem komt. En laag blijven, dat hij jou niet ziet. Bovenhands gooien? Ja, gewoon... Oh, hij schrikt. Volg hem maar een beetje, loop hem maar een beetje achteraan. Dit is wel zijn vaste plek, dus hij komt wel... Ja, hij komt weer terug. Gooi maar. Ja, draai maar helemaal langs hem. En als je vlak bij hem bent, ja, laat hem nu maar vallen. Laat hem daar maar liggen. Hij komt vanzelf weer terug, want dit is volgens mij zijn vaste plek. Ja, hij draait wel. Normaal zijn die dingen zo agressief, hè. Volgens mij ligt jouw worm op zijn nest. Dat gaat hij niet leuk vinden. Hij gaat het pakken. Hij heeft hem in zijn bek. Wachten. Nu. Nee. Oh, hij heeft een stukje eraf gebeten. Gooi maar in. Hij heeft hem geproefd. Ja, ik denk dat hij hem heeft, maar ik weet niet zeker. Ja! Ja! Ja, gast! Oh my god, draai me binnen. Ja, zeker. Oh my god, dit is mooi. Dit is de mooiste vis die je ooit hebt gezien. Dit is mooi. Kom maar. Mooi, jong gast. Oh, ik heb hem. Gast. Wow. Dit is tevens denk ik een van de grootste die ik ooit heb gezien. Wat, deze is zo mooi. Deze is een pikeleed. Holy shit, gast. Deze is zo mooi. Dit is de mooiste vis ooit, of niet? Wat? Kijk naar deze vis. Wat ziek. Zo lijp. Wat? Wil je hem in het zonnetje zien? Echt, wat een beauty, hé. Wow, kijk dan mensen. Zo, echt een beauty. Ja, deze wilde ik jou heel graag een keer laten vangen, maar dit is echt een geluk, want dit is een mannetje. Volgens mij is het een mannetje en in pikeleed, dus dan is hij echt op zijn allermooist. Jeetje mina, niet normaal. Oh my god. Wat een beauty, kijk dan. Je moet er een paar foto's van maken. Wat? Pak je telefoon eens. Oh my god. Kleuren zijn niet normaal. Echt bizar. Mooiste vis ooit. Holy shit, kijk dan, wat een beauty. Die wangen. Jeetje mina. Echt hè? Ja, nou. Serieus, het ligt erop. Dit is echt ongelooflijk, die kleuren. Ongelooflijk. Gaan we de release doen? Ja. We gaan waarschijnlijk vol gas hoor. En hij is weg. Gast. Zo vet, hè? Yeah. We hebben echt heerlijk gegeten. En ik moet zeggen, ik had zoveel trek dat ik gewoon vergeten ben om de spaghetti carbonara te filmen. Maar die heb ik laatst ook al gefilmd, dus jullie kunnen weten hoe dat eruit ziet. Maar ik heb hier nu een tiramisu. Het ziet er ook ontzettend lekker. Nou, eigenlijk, ik weet niet of ik het lekker uit vind zien.
een beetje een soort van kwakje, maar het smaakt wel heel goed. Je hebt gewoon een bordje kots gekregen. Gas, dat is dan weer echt zo extreem vies. Nee, het is... ziet er wel lekker uit. Ja, een soort van, ik weet niet. Het is een beetje gek. Maar je weet dat het lekker is. Juist, dat scheelt heel veel. Je denkt dat het heel zacht is, maar... het is echt super lekker. Jij hebt wel iets lekkers, hè, schatje? Zeker weten. Jij bent ook echt al bruin, hoor, op je schouders. Ja, echt sick. Wat heb jij voor lekkers dan? Aardbeien met slagroom? En wat heb jij? Ook tiramisu. Ik heb ook veel lekker. En wat heb jij? Ik heb een chocoladebon met koffie. Oh, lekker hoor. Nou, geniet ervan. Ja, jullie ook. Oh. Marjan. Nee hoor, ga weg. Niet van mij. Yo. Die kever die ging ze net al in Francis' haar zitten. Oké, goed. Nou, ik ga lekker verder eten. Het is toch raar? Wat raar? Nou, dat het mijn kevers zijn, maar het is helemaal geen mij. Het is jullie. Dat is ook helemaal zo'n chocolade. Ja. Oh, zo lekker dat je daar al even op inging, Francis. Ik moest helemaal huilen ervan. Ja, ik moest er wel maken. Daniel, het hele dag van die kutgrappen de hele tijd. Het hele dag van die woordgrappen. Iedereen negeert het de hele dag en ik ben het hier op in. Mooi hoor. Daniel heeft wel wat moois getekend, hè? Ondanks de mijngrap. Kijk. Eet het een rare vis. Komen deze alleen voor in mei? Nee, het is een junivis en een julivis. Juni en julivis. Oké, nice. Hij is wel vet. Hij is serieus vet. Hij lijkt een beetje op een groepen. Hé, maar... Om een groepen? Zullen wij ze potje pingpongen? Ja, zullen wij pingpongen? Dat gaan we doen. Is hij weer? Ja, daar is hij weer. Die meikevers, ze zijn er echt veel hier, hoor. Hij vangt hem erg. Kijk. Nee, ja. Oh, deze gras, jongen. Oh. Hij sloeg hem ook zo uit die boom daar. Hij pakt slangen, hij pakt toren, hij pakt... Hij heeft hem. Nee, toch niet. Ja, hij heeft hem. Gaat hij over het hele terras heen. Ja, iedereen zit te kijken. Hij is helemaal blij, hij heeft hem, hoor. Laat het zien, man. 3, 2, 1... Hoi, daar is gaat ie hoor. 3, 2, 1, vlieg. Ja, op mij natuurlijk weer, straks. Nee, niet op mij. Oh ja, wel mij, want het is mijn kever. Hij zat op je hoofd. Hier is die. Zo mooi. Hey, we moeten iets van 5 van die meikevers vangen en in de camper doen. En dan zeggen Francis, ga maar naar binnen. Oh, zo mooi. Oké, Daniel en ik gaan een potje pingpongen. En serieus, Daniel is goed hoor. Daniel is goed. Kom eens kijken, schat. Kom je me aanmoedigen? Hoeveel staat het? 2-0 voor mij. Oh! 2-1. 2-1 voor mij. 3-1. 5-1. Doei! 5-1. Meestal pingpong zo, hè? Dank u wel. 5-2. Dan zo een klok zo op het randje, weet je wel. 5-3. Oh, wat lekker! 5-4. Vijf. Ik blijf je helemaal opgeleid. 6-5. 6-6. Yes. Ik bedoel 6-6. Jeetje. Fout. Nee. 7-7. Ja, 8-7. En jij, hè? Oh ja. 8-7. Ja, het mooie was, het ging nog per ongeluk ook. 8-7. 9-7. Oh, dit wordt een mooie match.
Mag ik, ik deed met mijn handen. 9-8. Yes! 10-8. Hij maakt maar eerst aan het lachen en dan gaat hij spelen. Oh! Ja! Nou. Ja, maakt niet uit. Maar had een mega gast, hè? Hij laat me dat is niet eerlijk, nee. Een feest vieren. Maakt niet uit, schat. Lekker, oei. Daniel. Maakt niet uit. 12-9. Ja, dat is wel mooi, maar 12-10. 13-10. 13-10, let's go. Wow, dat was wel een zieke battle. 14-10, oei, 14-11. Een vuile rat, jongen. Vuile rat. Ik laat mijn bedje vallen. Hij heeft 15-11. Oh, oh, ja, ja. Serieus voor Daniel. Je had moeten opletten. Ja. Serieus, hij ging nog terug. Ja, hij ging terug. Herhaling. Nou, oké, okay, is goed. Oké, okay, inderdaad, een punt voor Daniel. Het staat 15. Oh, joh. Oh, mijn keeper. Hij zie je. Ja. Oké, okay, 15-12. Oh, die was gemeen weer. 15-13. Oh, 16-13. 18-13. Oeh, 18-14. Dat is zonde, dat is zonde. Jeetje. Ja, dit is slecht. Ja. Maar niet uit. 18-15. Oei! Are going on. 20-15. Oei! 20-15, match one. 20-15. Oei, 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 oei. Oei. Ja, gewonnen. Hey, Tracer, morgen. Hij kan gewoon zeggen gefeliciteerd. Morgen. Even hier komen. Zo van afstand zie je jouw mouwtjes echt nog heel erg. Nee, op de camera. Hey, maar serieus, zoals jullie zien, Daniel is echt goed. Daniel is echt goed. Dus ik ben blij met zo'n goede tegenstander. Nog een potje? Succes. Dankjewel. Zo, we zitten hier nog eventjes met z'n viertjes bij de camper. En we hebben even een heerlijk potje beverbende gedaan. Ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen van onze vier. Ik zou het eerlijk gezegd niet kunnen zeggen. Kom maar op. Oké, tussen de nummer 1 en nummer 4 zit 8 punten. Oh, dus zijn we allemaal wel heel dicht bij elkaar. Ja, nummer 4 is Daniel. Daniel, met hoeveel punten? 72. Nee, is wel echt 38 minder dan gisteren. Toen had je 100. 28 dus. 28. 58. Maakt niet uit. En nummer 3 is
En zo, 69. Hey, 69, nou, ja. Vind ik een mooi getal. Nummer 2 is Myron. Nummer 1 is... Nice! 64, 65. Wow. Een beetje verschil. Netjes. Oh. Ja, nice. Lekker hoor. Dat was de vlog voor vandaag, dames en heren. We gaan nu lekker slapen. Morgen gaan we weer op tijd opstaan. Super veel zin in. Hopelijk zie ik jullie dan. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen op deze vlog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power!